Dit is de Saeco Intelia Evo Latte Plus. Nieuw aan dit apparaat. Een geweldige manier om specials te maken. Een hele nieuwe kan met een nieuwe, zoals dat heet, frotter. Die maakt toch een mooi schuim, althans dat zegt Philips en die staat hierachter. Let wel, het is een volautomaat. Hij maakt eigenlijk wat u wenst. En hoofdspecialiteiten op gebied van melk erbij. Zelfs een hete melk kan u bij deze knop maken. Een latte macchiato, een café latte, een cappuccino, een espresso, een koffie lungo, noem maar gewoon een koffie. Allemaal met dit ene apparaat. Inhoud van de watertank is 1,5 liter ook nog. 300 gram bonen erin. Hij is gecertificeerd door Italian Tasters en hij heeft keramische maalschijven. Goed voor uw smaak. Dit keurmerk Italian Tasters is iets bijzonders, want het is bedoeld voor professionele machines. En Saeco is de enige huishoudelijk bruikbare machine die dat keurmerk heeft gekregen. Wat zegt dit dan feitelijk? Dat je er een perfecte Italiaanse espresso mee kan maken. Hey, dat is mijn hobby. Dit geldt niet alleen voor de Italiaanse espresso, maar feitelijk en natuurlijk ook voor de perfecte cappuccino. De bediening is ook niet ingewikkeld, want ik zie hier een mooi dashboard met een knopje voor een kleine koffie. Dat moet een espresso zijn. Dan gaan we naar een gewone koffie, dat mag je een café lungo noemen. Dan komt een knopje waarmee je de sterkte kan instellen. Dat wil zeggen de hoeveelheid bonen die gaat malen, die zet ik dan altijd maar daar neer. Wat je ook nog kan doen is, als je dat nou beslist wil, is een decaf nemen. En die mag dan weer hier worden toegediend in poedervorm. Hier aan de rechterzijde zit het melkgedeelte. Dat wil zeggen een café latte, een cappuccino en een hete melk maakt u met deze drie knoppen. En dat is allemaal één knopsbediening. Meer moois vinden we op dit gebied. Want hier staat om te beginnen een menu. Maar wat mij even meer aantrekt, en die wil ik dan eerst even doorlopen met u, is de special. Want die is heel nieuw. Stand 1, de Americano. Stand 2, heet water voor een kopje thee. Of het voorverwarmen van uw dubbelwandig koffieglas of uw kopje. Stand 3, een baby cappuccino. Dat is leuk. Stand 4 is een light espresso. We gaan ons bezighouden met het menu. U ziet staan, melkkaraf clean. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Het aardige van deze melkkaraf is, die overigens hierin kan, dat is dat hij hem kan cleanen als je hem aanzet. En dan mag de melk onderin blijven. Dan cleant hij het bovensysteem en gooit het in de lekbak. Heel erg handig. De volgende stand is de temperatuur van het water. Nou, hij staat op maximum. Laat hem daar toch lekker op staan. We gaan naar punt 3 in het menu. Na hoeveel minuten schakelt hij zichzelf op spaarstand? Nou, hij staat op 1,5 uur. Vind ik redelijk. Ik zou zeggen, laten we daar lekker op staan. Ja, hij staat hier dan pre-brewing. Laten we dat de voorbevochtiger noemen. Die staat op aan. Die kan je notabene ook op extra zetten. Dan krijg je eigenlijk een nog iets vollere espresso van. Of een ook iets vollere, grotere koffie. Wat je maar wil. Het displaycontrast, nou hij staat op 3/4, voor een paar oudere ogen ideaal. Dan gaan we naar de hardheid van het water. U krijgt een staafje bij de machine meegeleverd, dan kan u die onder de kraan testen. En dat getal wat hij dan aangeeft, vult u eigenlijk in door middel van het afstellen van de hardheid in op 1, 2, 3 en 4. Veilig voor uw apparatuur. Het waterfilter, nou die heeft u wel of niet erin zitten. Hij staat nu op niet. En dan heb je nog de kalk en clean status. Daarbij geeft de machine aan, en dat kan u aan de bekende smiley zien, wanneer hij echt aan de beurt is. Dus wordt hij erg lang zwart, moet u echt gaan ontkalken. En daar heeft hij een automatische cyclus voor. Dat is deze, en daar staat ook start en dan gaat hij ontkalken en reinigen. Het leukste wat ik gezien heb op dit apparaat van Saeco is een baby cappuccino. Ik wil even weten wat het is. Ik ga dus weer naar special. Ik ga hem opzetten op Baby cappuccino. Ik zet mijn allerliefste glaasje eronder. Als het dan toch baby is, wordt het ook niet zo'n groot glas, denk ik dan maar. En die ga ik hier starten door op start hier te drukken. Er komt nu wel erg mooi en fijnmazig schuim uit. Apart hoor, daar heb ik best wel een strik in en die kan ik nooit maken, maar nu wel. Kijk, dat is nou een baby cappuccino. Dat betekent een wat mindere tik op het hoofd. En mensen die zo'n grote cappuccino, zo'n enorm groot emmertje vinden, die komen hier heel goed mee aan hun trek. Maar kunnen wel proeven. Hoeveel houden we over aan koffiesmaak? Meer dan genoeg. Heerlijk hè? Dit is een goed idee. Natuurlijk willen we één ding zeker weten. Of dit, wat hier staat, certified by Italian Tasters, espresso en cappuccino perfetto. Dan wil ik wel de basis even weten en dat is zo'n espresso. Kijk, zo komt hij eruit. En je kan hem dan best, en dat zou ik eventueel best misschien gedaan willen hebben, een centimetertje hoger laten worden. Maar iets moois komt eruit. En kijk nou eens naar de kleur van de crèmelaag die op deze espresso komt te staan. Is die mooi of niet? Vlammig, typisch Arabica boontje. En nu de smaak. Heel erg certified Italiaanse espresso. Hier zit de waterbak en die is 1,5 liter. Nou, dat is toch wel een aardige bak hoor. Hoef je niet steeds naar de kraan te lopen. En ga nou niet met het gietertje knoeien. Het bonenreservoir. 3 ons bonen, 300 gram dus. Met een knopje hier waarmee je de maalgraad kan afstellen. Nou, zet u die maar gewoon op een fijnst. Dan komt alles voor elkaar. Het decafklepje zit dus hier. We noemen dat maar het decafklepje, want daar kan u alleen gemalen koffie in kwijt. Nou, waarom zou u dat anders doen dan wanneer u niet alleen beslist decaf wilt hebben? Daar gaat hij in. Hier zit het afvalbakje. Daar zitten de koekjes, de restanten in. En hierachter zit het geheim. Dat is waar we wel achter zijn gekomen, waar Saeco zo goed in is, die zetgroep. Het lekbakje onder de zetgroep, ook weer een klein detail wat verbeterd is. En dan heb ik hier de zetgroep in mijn handen. Het blijft voor mij een wonderapparaat, want in combinatie met de keramische molen van deze machine en deze zetgroep en wat Italiaanse liefde komt er een dergelijke espresso nu eenmaal altijd maar weer uit. Heel makkelijk terug te zetten. Hop! Lekbakje eronder. Die op zijn plaats, klepje dicht. Vergeet u echter niet om die zetgroep eens in de week met lauw water af te spoelen. Dan blijft hij schoon en schimmelvrij. Doe dat 's avonds voor het naar bed gaan. Zet hem in uw afwasbakje neer tot 's morgens. Dan is hij ook goed droog. Kan u meteen weer aan de gang. Hieronder zit een ruime lekbak. Natuurlijk moet u die regelmatig legen, let daar even op. Heel belangrijk is het onderhoud van uw koffiemachine. Naast het schoonspoelen van de zetgroep moet u ontkalken. Ga ervan uit een keer of 6 per jaar, dus iedere 2 maanden. Heel belangrijk is dat u daarnaast het ontkalken de machine ook een aantal keren per jaar moet reinigen. Dat gebeurt met een pil. En deze pil, afhankelijk van de machine, wordt ook vaak toegevoegd aan het water of in een apart vakje. Uiteraard is dit ontkalkerssetje voor een heel jaar verzorging bij ons te verkrijgen. En zo hebben we dan een espresso, latte macchiato, cappuccino of een gewoon kopje koffie van koffiediscounter.nl.